Wat is dat mensen, welkom weer bij een nieuwe KookTV aflevering van Eindbaas. Mijn naam is Shaquille Polak en naast mij staat Saku. Saku, vertel eens even over jezelf en over cosplay. Ja, ik ben Saku van Sakurafleur en cosplay is een samenvoeging van kostuum en play. En het houdt eigenlijk in dat je een beetje verkleedt als je favoriete personage. Ja, het staat er heel prachtig natuurlijk. We gaan vandaag iemand verrassen, ze heet Tara. Ze is 18 jaar, ze woont in Etten-Leur en ze doet 3 jaar aan cosplay. Daarvoor heb ik jou eigenlijk nodig, want we gaan haar verrassen met een heel mooi kostuum. En die heb jij gemaakt. Yes. Ik heb dus al een beetje gezien, het zag er best wel mooi uit. Yes, let's go. Nou, Saku, we zijn hier nu voor een ingang en volgens mij komt Tara met haar goede vriendin voorbij lopen straks. En ik denk wel dat ze jou gaan herkennen. Ik hoop het ook, ik heb er echt zin in. Het zou wel heel erg zijn als ze jou niet zou herkennen met zo'n mooi kostuum. Zo van wie is die weirdo? Nou, ik ga even, denk daar. Succes, Saku. Dank je. Oké, Saku staat nu daar achterin. Het is nu eigenlijk wachten op Tara en de vriendin. Ik denk wel dat ze het super leuk gaat vinden. Nu is het best wel een beetje rustig, maar we hebben... Ja, 5 minuten, 2 minuten. Ik heb wel een beetje pijn aan mijn knieën, maar... Oh, ze komen eraan. Rechts van je. Volgens mij zijn ze er, hè? Oké, kom. Hoi! Hoi, girl! Hoi, hoi! Hallo! Hoi, Shaquille van KookTV. Hoi, Tara! Hoi, Shaquille. Hoi, hoi! Ja, jullie kennen Saku allemaal, ja, hè? We gaan je vandaag verrassen, want we gaan jou namelijk in een pak hijsen als een echte warrior. Nice, ik ben benieuwd. Ja, kijk, nou, we gaan meelopen en kijken of het past. We zijn nu bij FabTab Lab Fabrication. Hier binnen staat heel iets moois voor jou. Saku gaat je straks een beetje uitleggen wat ze allemaal heeft gedaan. Nou, dan gaan we lekker naar binnen en dan gaan we kijken wat er nog meer gaat gebeuren. Nou, Tara, Sammy, blijf even hier wachten, want ik moet even nog Saku spreken, want er zijn allemaal dingen, allemaal privé. Volgens mij is ze hier. Saku, wauw, je hebt... Echt heel mooi werk geleverd. Moest opvallen. Ja? Dus, het is 1,20 meter groot schild. Dus ik hoop Jezus. Dat het enigszins opvalt. Nou, we hebben gewoon echt een Coca-Cola warrior. Het is gelukkig ook niet te zwaar. Ja, want ze moet heel de dag hiermee gaan lopen. Maar daar zeg ik nog niks over. Surprise, surprise. Ja. Oké, Saku, we gaan nu Tara ophalen. Let's go. Dat is zo nice. Tof, hè? Oh my god. Ik vind het echt bijzonder om mensen kunnen maken. Oh, ja. Ik vind ja, het echt gemaakt. Heel leuk, dankjewel. Wauw. Oh damn. Kijk eens. Dit is zo tof. Hij is zo echt, oh het staat er het zo staat leuk. Het staat ook wel tof. Ik ben zo happy. En dan is er nog een secret component en dat is de Coke bottle. Dat zie je niet gelijk in de eerste instantie, maar het is een Coca-Cola fles. Nee, maar het staat je echt goed jongen. Ik kan echt niet wachten tot je het kostuum aan hebt. Ja, ik ook. Het staat echt zo tof. Let's do this. I'm excited. Het staat er echt heel tof. Inderdaad, super vet. Want dat is het moeilijke natuurlijk gewoon. Ja. Hoe ben je eigenlijk begonnen met het cosplay? Ik ging een keer met een vriendin mee naar een conventie. Mm-hmm. En toen zag ik daar wat cosplay en ik denk, dat is tof om te maken. Want ik was vroeger altijd al bezig met kleding maken en zo. Dus ik een keer een kostuum besteld. Ik denk, oké, dat ga ik een keertje doen. 1 keertje op Dutch Comic Con. Toen 3 jaar verder, nou is het mijn hobby. Wow. Oké, we gaan nu eerst die strepsel stoppen onder Dirk. En dan gaan we de rest van de fitting doen. Oké, achter mij staat een hele grote 3D-scan. En wat Tara niet weet is dat we haar straks daarin gaan zetten als een echte action figure. En dan komt er ook gewoon een mooi beeldje eruit. Zo, dit klinkt eigenlijk een triple up programma. Het is klaar. Ja? Zullen we erbij halen? Ja, graag. Tara! Wauw. Jemig. Dat ziet er toch tof uit, joh. Ja, we missen alleen nog een pruik. Dat is de bruine. Ja, het is een beetje wijnrood eigenlijk. Een beetje wijn. Oh my god, so pretty. Ik denk niet eens dat we de bruine nodig hebben. Ik denk dat het rode juist super mooi staat. Als je cosplays maakt, waar leg jij de focus op? Waar ben je het meeste mee bezig? Eigenlijk is de focus op dat het op camera er goed uitziet. Want het kan er in het echt misschien iets minder uitzien. Maar je fans en de mensen met wie jij omgaat, die zien alleen de foto's terug. Professioneel cosplayer moet je bijna maandelijks wel kostuums uitbrengen. En dat is gewoon niet haalbaar als je alles helemaal perfect doet. Dat gaat gewoon niet. Meestal zien de mensen niet eens de fouten die je maakt, terwijl je zelf al die ziet, fouten ziet. Ja, nou, ik keek ernaar en dacht van, nou, dat ziet er super tof uit. Ja. Yes. Oké, maar ja, je hebt natuurlijk een heel groot schild, dus je moet een beetje rekening houden met het feit dat als je hem zo zet, zien we niks. Je ziet er super uit, Tara. Saku, hartstikke bedankt. Want ja, je hebt echt topwerk geleverd. Dat is echt super mooi. Applausje. Maar we zijn nog niet klaar. Dit ontzettende gevaarte is een scandome. En die kunnen in 3 seconden een foto maken. Of, nou ja, 125 foto's. En met al die foto's kunnen wij een 3D avatar maken. Dat kunnen we vervolgens omzetten naar een bepaald bestand wat naar de printer gestuurd wordt. En dan kunnen we een beeldje van maken. Wat tof! Dit is niet de eerste,
En niet de laatste verrassing die vandaag staat te wachten voor jou. Oh. Ja, we maken altijd wel weer van die spannende dingen mee hier bij Coca-Cola. Nu zijn we een action figure van iemand aan het maken. En als je dit nou ook wilt, laat even een reactie achter. Want wie weet, ga je ook misschien zoiets tofs doen. Nou, Tara, ben je klaar voor? Ja. Yes? Ja. Top. Oké, okay. Dat moet dan. 3, 2, 1. Yes. Cool. Oké, nou Tara, kom er maar lekker uit. Saku. Yes. Ik heb je ook nodig, want jij gaat er ook even in. Wat? Nee, ja. Serieus? Ja, jij gaat ook even. Ja. Oh my god, dit is echt leuk. Echt heel cool. Mag je stil gaan staan? Yes! Dat is moeilijk voor mij, hè? Ja, yes. Hij is gemaakt. Zo awkward, hè? Zo... Ja, echt, hè? Nou, Tara, jij hebt een foto genomen en Saku ook, natuurlijk. We hebben je verrast, je hebt Saku ontmoet. Yes. Je hebt een hele mooie pak gekregen. Ik zei nog hierna, want we hebben de 3D-scan gedaan, dat we hier nog een beetje een verrassing voor je hebben. Je hebt een heel mooi pak gekregen, maar dan moet je me ook ergens showen. Nou, nu in Nederland zijn er nu niet echt van die dingen waar je ergens naartoe kan gaan om het te laten zien. Dus, morgen gaan we jou meenemen naar Gamescom. En dan mag je je pak meenemen en dan mag je hem daar gaan aandoen. Oh my god! Ja. Dat is zo gaaf! Ja? Ik dacht wel dat ze het wel leuk zou vinden. Ik zit gewoon te shaken. Lekker. Nou jongens, tot Gamescom. Nou guys, we zijn aangekomen in Duitsland. Gamescom. Nou, Tara, je staat heel mooi in je pakje hier zo. Ja. Yeah. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Volgens mij ben je al heel vaak op de foto geweest. Ja, ik ben een aantal keren gevraagd om hierheen liepen inderdaad. Ik denk dat we even naar de cosplay town moeten gaan. Want daar zijn heel veel mensen die ook net als jou verkleed daar rondlopen. En misschien kunnen we gaan kijken wat de andere mensen ervan vinden. Dus ik zou zeggen, we gaan naar binnen, Tara. Yes. Let's go. Nou, we zijn dus al letterlijk 1 minuut binnen en Tara moet al gelijk de hele tijd op de foto. Ben je klaar? Ik ben er klaar voor. Oké, nou dan kunnen we doorlopen. Thank you. Nou, Tara, we zijn lekker aan het chillen nu, want we hebben net even zitten eten. Je hebt super veel foto's erbij. Ik vind het super top dat zoveel mensen jouw pak helemaal mooi vinden. En ik zei Saku. Yes. En ja, wat vind je tot nu al? Ik vind het tot nu toe heel tof. Het is heel warm. Het is even kapot in dit pak. Ja, snap ik. Maar heel veel leuke reacties, ook al is het een karakter waarvan mensen het niet kennen eigenlijk. Dat er gewoon heel veel mensen nog steeds naartoe komen van ik wil een foto, ik wil een foto, ik wil een foto. Dat is heel tof. Klopt, want er lopen hier heel veel figuranten hier rond van populaire games. Eigenlijk, Tara is niet echt een soort van, nou, een ding van een populaire game. Ja, ik denk dat we even nu wel een beetje richting de games willen gaan. Yes. Dus we gaan even lekker, even een beetje gamen. We staan dus nu in de rij voor een voetbalspelletje. Ja, voetbal is niet echt mijn ding, dus daar is eigenlijk al een soort van pluspuntje. Maar het kan nog zijn dat jij me ook nog eens gaat verslaan. Ik ben best wel bang eigenlijk. Te goed, want ik heb 1-0 gewonnen. In ieder geval high five daarvoor. Goed gedaan. Nu gaan we wel naar jouw gedeelte, want we gaan naar het cosplay gedeelte. Dus let's go. Yes. Ik denk dat Tara nu helemaal in de sas zit. Ik zie hier heel veel mensen met pruiken oplopen. Een skeletpakje. Een andere figuur van... Ik weet niet wat het is. Heel eng eigenlijk. Oh, ik wil weg hier. Oh, oh, fotomoment, sorry. Het gaat wel gewoon goed van het leien dakje af. Hoeveel heb je er nu al genomen? Ik hou het wel niet meer bij. Kijk, te veel al. Misschien krijg je straks nog een beetje sterrenlures, hè? Ik vind het toch wel moeilijk, want jij moet de hele tijd op de foto staan. En ik sta bij van, ja, ik wil eigenlijk ook een beetje op de foto. Kom maar bij je. Gewoon fotobommen dadelijk. Ja, ga ik doen. So, who wants a picture with the Coca-Cola Warrior? She's here. She's Tara. Tara cosplays. Ik werd net aan de kant geduwd door hem. Of nee, door Tara. Mij niet, kan allemaal. Ik wou het doen, maar jij duwde me weg, dus ik dacht vannacht, weet je wel... Hier achter fotobommen, gewoon achter mij staan. Ga ik doen, ga ik doen. Oké, nou zoals je ziet, Tara is nu lekker nog even bezig. Ik heb nog een kleine verrassing voor haar straks, dus we moeten dan even naar buiten gaan. En het is wel een heel leuke verrassing, want het is eigenlijk dat beeldje. Ik hoop dat ze hem leuk gaat vinden, maar nu laat ik er nog even lekker foto's maken. Oh, oh.
Oké, nou, we hebben een superleuke dag gehad. Tara, heb jij het hartstikke leuk gehad hier op Gamescom? Jazeker. Hey, we hebben vandaag heel veel dingen gedaan. We hebben jou verrast met Saku. We zijn naar de FabTab Lab geweest om je kostuum te laten zien die Saku voor jou heeft gemaakt. En we zijn naar Gamescom gegaan. Yes. En wat is jouw hoogste punt van vandaag? Ik denk, nou passen we alles bij elkaar. Dus in dit kostuum naar Gamescom, dan heb je alles bij elkaar. Ja, dat is eigenlijk het hele gedeelte. Ja. Nou, dan heb ik nog even een leuk dingetje voor je. Ja. Je bent in een 3D-printer gestapt. En achter de camera hebben we een cadeautje voor je. Dit ben oh jij. Oh my god. Wauw. Wil je ook zo'n toffe action figure van jezelf van FabTab Lab? Laat dan even weten in de reacties, want misschien win jij eentje van jezelf, net zoals deze van Tara. Vond je dit nou een leuke video? Druk dan zeker op het blauwe duimpje omhoog. En wil jij niks missen van het KookTV-kanaal? Druk dan even op het abonneerknopje. En vergeet niet de notificaties aan te zetten, want dan mis je helemaal niks meer van dit YouTube-kanaal. Jongens, dankjewel Tara. En ik spreek jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video hier op KookTV. Jojo! Doei!